Ronald Plasterk, The Day After. Joost, je zat hier gisteren ook. Het is er niet vrolijker op geworden. We praten erover met Joost Vullings, uiteraard, Frenk van der Linden en Premra de Kieshoek. Nog even als toegevoegde waarde de voorkant van NS Handelsblad. Hij was gewaarschuwd door verschillende kanten, meldde het journaal. Hennis, onder andere Hennis, zijn collega-minister op Defensie, waarschuwde Plasterk. Wat iedereen nu zo'n beetje denkt, maar we hebben nog steeds niks van Plasterk gehoord. Hè? Dus dat kan het verhaal helemaal op zijn kop zetten, is toch dat hij... dan moeten we teruggaan naar oktober vorig jaar. En toen was het verhaal van, ja, de NSA heeft hier misschien wel telefoongesprekken afgeluisterd. Of daar gegevens over verzameld, die Amerikaanse geheime dienst. Of wie weet heeft de AIVD die verzameld en die doorgegeven aan de Amerikanen. Beide mag niet. Ik denk niet dat, dat hij uit zichzelf weggaat. Daar kennen we Plasterk ook goed genoeg voor. Maar wel dat als het klopt dat hij al kort na dat Kamerdebat, het cruciale Kamerdebat, te horen zou hebben gekregen dat hij verkeerd heeft gesproken, dat hij foute informatie heeft verschaft aan de volksvertegenwoordiger, dat als dat uitkomt dat zijn politieke lot bezegeld is. Als uitkomt dat Plasterk al een tijd wist dat hij toen in het Kamerdebat en eerder bij Twan Huis in Nieuwsuur foute informatie heeft verspreid, als hij dat dus eigenlijk al 8 weken weet, dan kan er geen andere conclusie zijn dan opstappen. Weer college van de grootmeester. Voor de tweede keer les in het opnieuw kijken naar klassieke films. Aanleiding is de tweede bundeling van de wekelijkse rubriek Volgens Verhoeven in de Volkskrant onder de titel, in dit geval meer Verhoeven. Aan tafel regisseur Paul Verhoeven en zijn biograaf Rob van Scheers. Als ik me concentreer op de Nederlandse film, zouden we nog iets kunnen maken, ja. Maak zin, me geen vrienden mee natuurlijk. Nee, maar doe het. Nou ja, daar zit ik over na te denken of ik dat aandurf. Ja, toch? Nou ja, moet je zo kritisch op je collega's zijn, dat is heel lastig. Vorige keer zeiden we ook dat we gestopt zouden stoppen. Oorspronkelijk zou het 10 episodes zijn in de krant. Maar het beviel zo goed aan alle partijen dat het er 100 zijn geworden. Dus dan neem je weer even een kleine break en dan laat Paul zich op en misschien ik ook. En dan laat je op door een film te maken ondertussen of niet? Ja. Wat ga je doen? Nou, ik wil eigenlijk het liefst de stille kracht maken, maar dat geld is nog steeds niet bij elkaar. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. Oh, in your arms I feel safe. It's in your arms I feel safe. Vandaag waren de eerste kwalificatiewedstrijden al. Onder andere met snowboardster Cyril Maas. En morgen begint het dan echt officieel. De 22e Olympische Winterspelen in Sochi. En die Spelen zouden de Spelen niet zijn als er niet wat hele merkwaardige exoten, echte paradijsvogels meedoen. Wij nemen enkele van hen door met Olympisch kampioen Jochem Uithagen, Erik Dijkstra. Vind ik nu al de mooiste deelnemers. Het is een Duitse prins. Hij heet Hubertus von Hohenlohe. 55 jaar. Dit worden zijn 6e Olympische Spelen. En nu zegt hij ook zelf, ja, mensen zien mij misschien als een heel rijke man die zichzelf inkoopt in de Olympische Spelen. En dat is ook zo. Bruno Banani. Bruno Banani. Banani. En de naam komt ons bekend voor natuurlijk, want het is een onderbroekenmerk. Maar het is een goede gast, die is rodelaar geworden. En hij komt uit Tonga en de prinses wilde dat hun land ook een deelnemer had. Dus uiteindelijk is hij gaan rodelen. Ik heb nog een rodelaar. Kijk, wat ik zo mooi vind... Sinds wanneer is rodelen een sport om in de gaten te houden? Weet je hoe hard die mensen gaan? 140 kilometer per uur, Matthijs. 4 jaar geleden in Vancouver is er een dood gegaan, hè, op die opzoekbaan. Ja, dus ik bedoel, het is ook een heel gevaarlijke sport. Morgen, homomonument, 6:30. Alternatieve ceremonie, vlammend. Voor iedereen die van sport en van mensenrechten houdt. Moest even, Matthijs. Oké. Okay.